Convenant Cultuur en Onderwijs ondertekend. Dinosaurus onder krachtige scanner gelegd. En vrijwilligers zijn aan het speeddaten. Welkom bij het Unity TV-nieuws van dinsdag 2 juni. Op de Vrije School Mareland in Leiden is het convenant Cultuur en Onderwijs ondertekend. De gemeente, de bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur en basisscholen werken hierin samen. Wethouder Frank de Wit ondertekende maandagmiddag namens de gemeente het convenant. Voorafgaand traden leerlingen van een aantal Leidse basisscholen op. Wat hebben de scholen aan zo'n samenwerking? Het convenant wat we gisteren hebben ondertekend met alle besturen in Leiden en met de cultuurpartners, dat staat er eigenlijk voor dat Leiden, kennisstad, cultuurstad, verhoogde aandacht in het onderwijs wil brengen om de waarde cultuur voor kinderen meer bereikbaar en meer toegankelijk te maken. Dan een nieuwtje over de T-Rex van Museum Naturalis. De schedel van de dino bevindt zich momenteel in Duitsland. In het Fraunhofer Instituut wordt de schedel door een speciaal apparaat gescand. Volgens het Leids Dagblad kunnen experts het dino-deel zo tot in de kleinste detail doorlichten. Door de schedel van de T-Rex te onderzoeken, hoopt Naturalis meer over de leeftijd van de dino en de manier waarop hij gestorven is te weten te komen. De gemeente Leiden-Dorp wil inwoners en ondernemers stimuleren om hun tuinen te vergroenen. Ze heeft zich daarom aangesloten bij de campagne van Operatie Steenbreek. Dit samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers wil de toenemende betegeling van particuliere tuinen tegengaan en zodoende het stedelijk leefklimaat verbeteren. Het doel is om mensen te laten zien en ervaren dat een groene tuin niet per se meer onderhoud nodig heeft dan een versteende tuin. Hoe wil de gemeente Leiden-Dorp hun doel bereiken? Wij doen verschillende acties. We zijn vorige week zondag begonnen met de Dag van het Park. Toen hebben we er gestaan met de kraam en konden kinderen in een eierdoos een klein tuintje maken. Mochten ze mee naar huis nemen en thuis in de grond stoppen. Het liefst tegel eruit en het plantje erin. En we gaan nog kijken welke andere acties we kunnen doen. Operatie Steenbreek heeft landelijk al tuinambassadeurs. En we gaan kijken of in Leiden-Dorp ook een paar tuinambassadeurs kunnen werven. Dat zijn mensen die heel enthousiast zijn over tuinieren en graag andere mensen willen helpen als zij hun tuin willen veranderen. En we gaan kijken of we nog andere hele leuke acties kunnen bedenken. Dat ga ik samen met collega's doen, maar ook met de groenclubs uit Leiden-Dorp, want die doen ook actief met ons mee. Het sport- en beweeggedrag van inwoners wordt door de gemeente Zoeterwoude onder de loep genomen. Ruim 3000 Zoeterwoudenaren ontvangen deze week een brief van onderzoeks- en adviesbureau Sportservice Zuid-Holland met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden gebruikt bij het opstellen en toetsen van sport- en beweegbeleid. Maar ook voor lokale sportverenigingen is deze informatie van belang. Het was druk bij de 6e editie van Oesgeest in Beweging. Een avond georganiseerd door burgerinitiatief Dorpslab in het Dorpscentrum. Waarbij dit keer de vrijwilliger in de spotlight werd gezet. De organisaties hebben behoefte aan vrijwilligers in alle soorten en kleuren. En ja, we hebben eigenlijk gewoon niets anders georganiseerd. Dat organisaties die mensen nodig hebben, met vrijwilligers in contact kunnen komen. En dit is de eerste stap. En het is aan de organisaties om dit door te zetten. De bezoekers en de vrijwilligersorganisaties werden op een ludieke wijze met elkaar in contact gebracht. Door middel van een speeddate. Hoe ging de speeddate? Fantastisch. Ja, ik heb een aardige vrouw tegenover me. Ja, ja, dat is heel leuk. Ik ben ook aangeschoven bij tafeltjes van mensen van de organisaties waar ik nog nooit van gehoord had. En dat vind ik spannend. Wat heeft u, waar heeft u informatie over gekregen? Ik heb een heleboel informatie gekregen, maar ik ben nu mantelzorg, hoe noemen we dat? Maatje. Mantelzorg Maatje, ja. Dus er is echt een date gekomen? Er is echt een date gekomen, ja. Oh, leuk. Ja, vind ik ook. Hoe gaat het met uw dates?
Is er al gescoord? Mijn deens gaat het uitstekend, absoluut. Ik spreek heel veel mensen die ik ken, maar ook veel clubs en organisaties die hier actief zijn en die in ieder geval van progressief Oegstgeest daar op een hele welwillende houding kunnen rekenen. Wat vindt u van dit concept hier? Ik vind het hartstikke goed. Ik ben daar ook geweest. Ik heb overal even rondgekeken, maar hier heb ik een echte date. Voor Oegstgeest wordt vrijwilligerswerk de komende jaren alleen nog maar belangrijker. De gemeente bezuinigt namelijk flink op subsidies. Het idee hierachter is dat organisaties op eigen benen moeten staan. De toekomstbestendigheid van Oegstgeest als gemeenschap die zit bij de vrijwilligers. Maar ik pas er altijd enorm voor op dat het nooit zo ver mag komen dat we alles bij de vrijwilligers leggen en de gemeente zich op alles terugtrekt. Maar zoals het er nu uitziet gaat dat wel gebeuren. En dat beseft een organisatie als Dorpslab zich maar al te goed. We hebben gewoon keihard elkaar nodig, politici, burgers, gemeenteraadsleden, om zeg maar de doelstellingen te halen. En het is ook gewoon leuk. Zelf ben ik ook vrijwilliger bij twee organisaties. Het is best wel veel werk, maar het geeft heel veel voldoening. En dan het weer. Het was vooral een onstuimige dag. Met regen, zware windstoten en temperaturen van een graad of 16. Petra van Kralingen maakte een foto vanuit haar auto bij de Achthovenerweg in Leiden-Dorp. Vanavond en vannacht kan er nog een buitje vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen wat meer ruimte voor de zon. De wind neemt iets in kracht af. Middagtemperaturen van een graad of 16. De rest van de week wordt het steeds een stukje mooier. Hoge temperaturen met een uitschieter op vrijdag. Dan wordt het zo'n 26 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. In de tussentijd houden we je op de hoogte via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Ik wens je nog een fijne dag.